zit iemand tussen. Op zoek naar de opening. Een schermutseling om de bal. Hij raakte met zijn hoofd. Het gevaar blijft. Mooi. Nee, toch zonde. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Nou, dat was de goal. Hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Die paas wordt doorzien. De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. Vele kaart. Slim uitgevoerd. Dit wordt menens. Bal op de paal en terug het veld in. Heb jij gehoord dat de trainer bij zijn club... Dit kan hem worden. Om nog dichterbij te komen. Dat ziet er veelbelovend uit. Pinsterman. Hij doet wat hij moet doen en onderschept die bal. Overtreding. Wat doet de scheidsrechter? Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Steekpaas, maar de verdediger zit er goed tussen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Een schot. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u. De coach probeert met wat vers bloed het spel te verbeteren. Die paas zorgt voor gevaar. Ongelooflijk hoor. Geweldig verdedigende actie waarmee die vrijwel zeker een doelpunt voorkomt. En nu kunnen ze counteren. Nou, eens kijken wat hij doet. Heeft hij oog voor zijn ploeggenoot? Ja, en nu? En het schot. Die bal was hard, maar brengt de keeper niet echt in de problemen. Door deze keeper blijft de spanning erin. De coach zet een wisselspeler in. Ja, prima paas. Ja, en nu? Dat waren benauwde momenten. Oh! Hij blokt de bal. De keeper hoeft er niet aan te komen. Zo, die laat er geen gras over groeien. Weg met die bal. Uitstekend. Dat ziet er goed uit. Daar werd de gelijke stand bijna doorbroken, maar die bal gaat er niet in. De zaak verandert. Ja, misschien dat hij met deze wissel een doorbraak kan forceren. Hij kiest voor een sliding. De scheidsrechter fluit. Daar krijgt hij natuurlijk geel voor. Hij kan de bal afspelen in het centrum. Ja, en nu? Het schot. Dat schot wordt tegengehouden door een speler. Keeper hoeft niks te doen. Een corner zo laat in de wedstrijd, dat kan een goede kans zijn. Misschien wel de laatste, gelet op de tijd ook. Er loopt iemand mee, dus hij kan de bal kwijt. Krijgt hij hem erin? Hij schiet. Bal blijft in het spel. Een fantastisch verdedigende actie. Mogelijk een goede kans hier. Overtreding, vrije trap. Ja, neemt hem ineens. Dit zou wel eens het winnende doelpunt kunnen zijn. Er is nog maar kort te spelen. Heel beheerst en heel. Wat vind jij, Juri? Het is toch ongelooflijk even.
dat ze die wedstrijd nog winnen met dit late doelpunt.